Hallo allemaal, welkom bij het webinar Haal de ware waarde uit Emergy. Excuses voor de vertraging, we zijn inmiddels live met geluid. Mijn naam is Oscar Stoop, ik ben pre-sales engineer bij SG Nederland. Vanuit mijn rol is het mijn taak om de brug te overbruggen tussen techniek enerzijds en jullie vraagstuk anderzijds. Dat doe ik onder andere voor het in onderwerp Emergy, naast vele andere onderwerpen. En dat doe ik niet alleen, dat doe ik samen met mijn collega. Juliette, zou jij jezelf kort kunnen voorstellen? Zeker. Goeiedag, mijn naam is Juliette Pelletier. Ik ben ook pre-sales engineer bij Esri. En vanuit die rol doe ik natuurlijk hetzelfde wat Oscar net vertelde. En ook vanuit mijn achtergrond heb ik iets meer een gerichte focus gehad op remote sensing, dus het werken met rasterdata. En vanuit die hoedanigheid gaan we jullie vandaag een aantal mooie dingen laten zien. Dankjewel, Juliette. Wat kunt u vandaag verwachten? Nou, voor we starten, allereerst een aantal huisregels voor tijdens dit webinar. Stel uw vragen in de chat. Ik heb gezien dat jullie die al goed gevonden hebben. Dus maak er gebruik van. Aan het einde van het webinar komen we erop terug om uw vragen te beantwoorden. Komen we niet toe aan het beantwoorden van uw vraag, dan volgen we deze op per mail, zodat u deze ook op een later moment in kunt zien. Voordat we gaan starten, of op het moment dat we gaan starten, wat gaan we u in dit webinar laten zien? Nou, in dit webinar willen we u laten zien hoe u met behulp van ArcGIS meer waarde haalt uit de imagery data en hoe u de resultaten uit uw analyse omzet in bruikbare inzichten. Dat gaan we doen aan de hand van vier blokken. Allereerst een korte introductie, imagery en ArcGIS. Wat verstaan we daaronder in dit webinar? En vervolgens drie demo's. Eén demo op basis van drone data. Eén demo op basis van aerial data, oftewel data ingewonnen vanuit het vliegtuig. En één demo op basis van satellietdata. Nou, voordat we gaan kijken naar imagery in ArcGIS, zijn we ook heel erg benieuwd wie van jullie maakt nu al gebruik van imagery in jullie werkprocessen. In beeld verschijnt de poll en ik wil jullie korte tijd geven om deze in te vullen. Nou, leuk om te zien dat het eigenlijk nagenoeg gelijk verdeeld is. Op het moment dat ik zie ja dagelijks, ja sporadisch of nee nog niet, dan zien we dat eigenlijk iedere antwoordoptie ongeveer een derde van de stemmen krijgt. We hopen jullie, ongeacht in welke categorie jullie hebben gestemd, vandaag het een en ander mee te kunnen geven over imagery en hoe dit wellicht van toepassing kan zijn voor jullie organisatie. Nou, ik heb ondertussen het woord imagery al een aantal keren benoemd, maar wat verstaan we nou eigenlijk onder imagery? Wat bedoelen we daarmee in de scope van dit webinar en in het werken met een GIS? Kort door de bocht gezegd kunnen we imagery definiëren als een foto. En op het moment dat we kijken naar een foto in GIS, denken velen van ons toch al snel aan een luchtfoto, zoals we hier zien van Rotterdam. Hoewel dit inderdaad een veelgebruikte term is en inderdaad een veelgebruikte vorm van imagery, dekt dit niet de volledige lading. Het type imagery dat we gebruiken hangt namelijk af van het type camera of het type sensor dat we gebruiken om de data mee vast te leggen. In het vorige beeld van Rotterdam hebben we een reguliere kleurencamera gebruikt om de wereld vast te leggen in een rode, een groene en blauwe band. Deze rode band, de groene band en de blauwe band gecombineerd leggen de wereld vast zoals wij dat met het menselijk oog kunnen zien. Echter, kijken we naar het totale spectrum, dan zien wij dat we maar een klein deel met het menselijk oog kunnen weernemen. En dat heb ik geprobeerd te illustreren aan de hand van deze slide. We zien het zichtbare licht in het midden. Dus dit is de wereld zoals wij die met een kleurencamera kunnen vastleggen en met het menselijk oog kunnen waarnemen. Maar we zien dat er een veel breder spectrum beschikbaar is. Infrarood, ultraviolet. U ziet de opties op de slide in beeld staan. In beeld zien we ook een voorbeeld van een luchtfoto waarnaast de rode, de groene en de blauwe band ook de infrarode band is vastgelegd. En in dit geval toont mij dat de aanwezigheid van vegetatie en bebouwing door middel van een color-infrared-visualisatie. Met in het rood de visualisatie en in het blauw-grijs de bebouwing, in dit geval de plaats Almere. Nou, zojuist hebben we gezien dat het type imagery dat wij kunnen inwinnen en dat wij kunnen gebruiken om de wereld vast te leggen, onder andere afhankelijk is van het type sensor dat we gebruiken. Maar dit dekt niet de volledige lading. Op het moment dat we het hebben over imagery, moeten we het eigenlijk ook hebben over de manier waarop wij dit op kunnen inwinnen. En onder de manier versta ik in dit geval het platform. En dat heb ik geprobeerd samen te vatten aan de hand van deze slide.
helemaal links in beeld, zien wij een persoon. En die persoon die doet eigenlijk niks anders dan een foto nemen. Zoals we ook aan het begin van het webinar hebben gezien. We zien een persoon welke de wereld vastlegt met behulp van een camera. En daarmee de data verzamelt. Helemaal aan de andere kant van het spectrum, aan de rechterzijde, zien we de satelliet. Welke een aardobservatie doet. En op die manier imagery data inwint. En daartussen zien we een brede scope aan andere mogelijkheden. Imagery kunnen we dus in vele vormen en maten inwinnen. En op het moment dat u aan de slag gaat met imagery, is het altijd goed om uzelf de vraag te stellen, wat is de vraag die ik wil beantwoorden? En op basis daarvan te gaan kijken, wat is het type imagery dat ik daarvoor moet gebruiken? En hoe wil ik dat deze imagery wordt ingewonnen? Nu we een redelijke definitie hebben van wat verstaan we onder imagery, zou ik aan Juliette willen vragen om ons mee te nemen, hoe gebruik ik deze imagery binnen ArcGIS? Juliette, het woord is aan jou. Dankjewel, Oscar. Ja, die verschillende soorten formaat waar Oscar net over had, dat kan je natuurlijk gebruiken als input om daar uiteindelijk een informatieproduct van te maken. En dat zien we hier op de PowerPoint als de content. En de content kan dus je eigen data zijn, maar het kan ook data uit de levende atlas zijn. Onze online datacatalogus. Die content voed je eigenlijk in ArcGIS. En dat zien we hier onder het kopje beheer. En je ziet die wolk. Dus dit is eigenlijk de plek waar je data op een soort centraal punt opslaat en houdt. Nou, vervolgens kan je eigenlijk heel veel doen met die data. En we hebben eigenlijk dat onderverdeeld in drie globale componenten. Ten eerste kaart- en dataproductie. Wat ik hiermee bedoel is dat op het moment dat je bijvoorbeeld met een drone gaat vliegen, dan is je output daarvan zijn allemaal losse foto's van het oppervlak. Met ArcGIS kan je vervolgens van die losse foto's één ortofoto maken om vervolgens te gebruiken voor je analyses. Je maakt er dus een bruikbaar dataproduct van. Daarnaast kan je data gaan visualiseren en exporteren met ArcGIS. Dit betekent dat je het bijvoorbeeld kan gaan delen, maar ook dat je je data eerst kan gaan verkennen om eigenlijk een beter beeld te krijgen van die omgeving die je in kaart aan het brengen bent. Tot slot, en dat is natuurlijk een hele interessante, zijn de tal van analysemogelijkheden die ArcGIS biedt. We hebben het over classification, pixel change, je kan aan de slag met deep learning, machine learning, statistische analyses, noem maar op. Een voorbeeld daarvan is bijvoorbeeld het doen van een pixelclassificatie. Dat zien jullie nu in beeld. Je ziet aan de linkerkant zie je een dronefoto en aan de rechterkant zie je dat ik die foto eigenlijk heb onderverdeeld in een drietal categorieën. Je hebt bos, zand en mos. En dit gaat nu puur over de pixelwaardes, maar dat kan ook op basis van bijvoorbeeld deep learning gebeuren. En het interessante hiervan is dat je dit bijvoorbeeld voor 1 jaar kan doen. Omdat je het jaar erop exact dezelfde vlucht uit kan voeren, dezelfde klassificatie uit kan voeren en zo kan zien van hey, is er nou meer of minder zand, meer of minder mos. En dan kan je gaan nagaan waarom zijn die veranderingen zo en kunnen wij hier iets aan doen / willen we hier iets aan doen. Een ander voorbeeld is objectdetectie. Dit wordt met name gedaan door deep learning. Dus we zien hier de detectie van scheuren in het wegdek. We zien hier dat er bomen zijn gedetecteerd, mensen en vogels. We hebben in de Levend Atlas een aantal voorgetrainde deep learning modellen voor jullie klaarstaan, zodat jullie zelf ook direct aan de slag kunnen gaan met die deep learning modellen. Dus dat is ook een voorbeeld. Tot slot hebben we hoogtedata die je kan gebruiken. Dit kan zowel vanuit een drone komen, dit kan vanuit een luchtfoto komen. En uiteindelijk kan je met die hoogtedata ook heel veel verschillende dingen doen. Denk hierbij aan bijvoorbeeld het kiezen van zichtlijnen of bijvoorbeeld een volumeberekening. En daar ga ik zo ook wat van laten zien. Eerst kijken we nog even naar de volledige workflow. Als je onderaan begint bij die verschillende manieren van het inwinnen van data, en dan komen er dus verschillende informatieproducten uit. Dus je hebt bijvoorbeeld de Digital Service Model, je hebt multispectraal beeld. En uiteindelijk wil je dat natuurlijk vanaf beneden, dus vanaf de input data, tot eigenlijk helemaal boven naar het informatieproduct brengen. Want uiteindelijk kan je met dat informatieproduct natuurlijk bijvoorbeeld keuzes gaan maken.
En deze gehele workflow is dan van belang. Oscar noemde al dat er dus verschillende manieren van inwinnen zijn. Hij is langs deze 6 manieren gelopen. En voordat we naar de demo's gaan, zijn we eigenlijk eerst nog wel benieuwd. We zijn benieuwd welk type imagery jullie nu gebruiken of die jullie willen gaan gebruiken in jullie werkprocessen. De poll verschijnt als goed is nu in beeld. Een deel gaf net al aan dat ze sporadisch gebruik maken van imagery. Een deel gaf aan dat ze dat al vaker doen. Een aantal nog niet. Maar we zijn in ieder geval heel erg benieuwd naar wat hier uitkomt. Dus ik ga even een blik werpen op de resultaten. En we zien eigenlijk dat satellietdata op dit moment het meest gebruikt wordt. Of dat daar in ieder geval de meest ambitie ligt om te gaan gebruiken. Ook zien we dat de luchtfoto's veel gebruikt worden. Of in ieder geval vanuit het vliegtuig ingewonnen. Maar ook drone imagery schijnt een belangrijke rol te spelen. Dus dat is mooi om te zien dat zo verdeeld is. Nou, ik pak weer even de PowerPoint erbij. Hier zien we diezelfde slide met de 6 verschillende manieren van het inwinnen van data. En ik heb nu een paar gehighlight. En dat zijn eigenlijk de 3 waarop we onze demo's gaan baseren. Eerst ga ik jullie wat laten zien over drone data. Daarna gaan we kijken naar een luchtfoto of een vliegtuigvoorbeeld. En daarna naar satellietdata. Oké. We kijken nu naar mijn ArcGIS Pro. En in mijn ArcGIS Pro zien we hier, je kan het misschien net zien, maar zie je hier een stukje drone data. Als we gaan inzoomen, dan zien we ook dat dit van hoogwaardige kwaliteit is. Dit is datzelfde stukje data als wat ik net liet zien bij het voorbeeld. Dit is dus een orthofoto. Dit betekent dus dat die afbeeldingen hier al aan elkaar zijn gemaakt tot één foto. En op basis van die informatie ga ik nu wat meer laten zien. Want naast de orthofoto is er namelijk ook een digital service model gecreëerd. En deze DSM laat eigenlijk de hoogte zien van het aardoppervlak met de objecten die op het oppervlak staan. Dus je ziet hier ook die bomen terugkomen. En naast een digital service model is er ook een digital terrain model gegenereerd. En dat is de oppervlakte waar eigenlijk de objecten die erop staan eraf zijn gefilterd. Waarom laat ik dit nou zien? Dat doe ik omdat ik een zogenoemde cut-fill-analyse ga uitvoeren. De cut-fill-analyse berekent hoeveel volume erbij of af moet gaan van het aardoppervlak om het tot een egaal geheel te krijgen. En dit is heel interessant voor bijvoorbeeld het plannen van een bouwproject. En dan met name om bijvoorbeeld de logistieke gang van zaken daaromheen. Dus hoeveel kuub zand heb ik nodig om dit gat bijvoorbeeld op te vullen, maar ook hoeveel vrachtwagens heb ik nodig om bepaalde grond weer af te voeren. En zo kan je dus bijvoorbeeld je faalkosten verminderen. Als we dan naar de resultaten gaan kijken van de cut-fill-analyse, dan zien we hier eigenlijk een grijs gebied en wat rode vlekken. En die rode vlekken zijn eigenlijk de gaten die gevuld zijn. Dus dat is waar een zogenoemde fill is uitgevoerd. Ik bekijk de tabel. En ik heb de tabel gesorteerd op het volume. Het volume is in vierkante meters. Dan zien we dat als ik de bovenste pak, dus het grootste volume, dat we dan kijken naar het grootste gat blijkbaar. En daar hebben we bijna 2000 kuub zand voor nodig om die dus eigenlijk egaal te krijgen met de rest van de omgeving. Nou, we kunnen dat ook nog heel eventjes bekijken via de mesh. De mesh is een omgeving, ook gegenereerd op basis van deze drone data. En het lijkt een beetje alsof je er bent. Dus dat is een hartstikke mooie visualisatie. En we pakken hem even weer terug naar de mesh. En we gaan via een exploratory analyse gaan we een elevation profile trekken
over deze mesh heen. En als het goed is, als ik hem hier even langs die bomen trek, dan zien we hieronder de profile terugkomen. En als je het balletje ook volgt op mijn scherm, dan zie je dat hier inderdaad twee wat grotere gaten lijken te zijn. En dat is een voorbeeld van wat je bijvoorbeeld kan doen met drone data. Ik geef nu graag het woord aan Oscar. Dankjewel Juliette. In de poll hebben jullie al aangegeven dat veel van jullie werken met aerial imagery, luchtfotodata, ingewonnen vanuit het vliegtuig, of de ambitie hebben om dit te gaan doen. En ik wil jullie meenemen in een drietal voorbeelden hoe jullie dit kunnen doen. En om dat te gaan doen, ga ik ook terug naar mijn ArcGIS Pro. We kijken wederom naar de regio Zwolle. Ik heb dus een True Ortho luchtfoto ingeladen. 25 centimeter RGBI, rode, groene, blauwe en infrarode band. De rode, groene en blauwe band zien wij op dit moment voor de visualisatie. De True Ortho is gecorrigeerd voor omvalling en is ingewonnen door Cobra Groen Inzicht. En op het moment dat ik iets verder inzoom, zien we ook mooi eigenlijk de single in Zwolle terugkomen. Ik heb het al even genoemd in de introductie van dit webinar, maar we kunnen dus naast de rode, groene en blauwe band ook andere banden inwinnen en die voor bepaalde doeleinden gebruiken. En de infrarode band is daarbij erg nuttig om te kijken of er al dan niet vegetatie in het gebied aanwezig is. En ik heb de luchtfoto daarom ook gevisualiseerd op basis van een color-infrared visualisatie, waarbij we ook gebruik maken van deze infrarode band. Het mooie daarvan is dat we visueel al heel duidelijk de groene delen in Zwolle terug zien komen. We zien een groen strook langs de wegen, we zien het groen langs de singel en we zien de parken in de stad. Daarnaast zien we in het grijsgroen de bebouwing terugkomen en in een donkere kleur het water. Nou, dit is slechts een visuele representatie hoe u die infrarode band kunt gebruiken. U kunt daarin ook een stapje verder gaan. En een veel gebruikte manier om dat te doen is aan de hand van een indice. En in dit geval wil ik jullie daar de NDVI van laten zien. De Normalized Diffused Vegetation Index. Kort door de bocht gezegd is het een metric welke mij meer vertelt over de aanwezigheid en gezondheid in een gebied. Voor heel Zwolle heb ik voor ieder perceel in de stad de gemiddelde NDVI-score uitgerekend. Ik heb daarbij de percelen gepakt met woonhuizen erop en de panden van het perceel afgehaald. Door die gemiddelde score uit te rekenen per perceel heb ik een grove indicatie hoe groen een perceel al dan niet is. Dit kan mij helpen om inzicht te krijgen in hoe het staat met de vergroening van de stad. En dit kan weer helpen op het moment dat we kijken naar bijvoorbeeld klimaatadaptatie. Hoe groen zijn de achtertuinen en hoe kunnen deze bijdragen aan het verminderen van het stedelijk hitte-eilandeffect? Of hoe groen zijn de achtertuinen en hoe kan dit helpen bij het opvangen van intense neerslag? Nou, dergelijke antwoorden kunnen mij helpen met het formuleren van nieuw beleid. Een tweede voorbeeld welke ik jullie wil laten zien is een voorbeeld op het gebied van objectdetectie. Daarvoor gaan we wederom kijken naar Zwolle, maar in dit geval niet de stad Zwolle, maar een klein dorpje boven Zwolle. Hiervoor heb ik een andere luchtfoto ingeladen. Wederom een True Ortho luchtfoto, waarbij ik dus recht naar beneden kijk en dus een goed canvas heb om objecten te gaan detecteren. Maar deze foto is iets scherper. Hij heeft een 7,5 centimeter resolutie in plaats van 25 centimeter en heeft alleen een RGB-band. Op het moment dat ik inzoom op de foto, zie ik dat er op veel daken zonnepanelen liggen. En voor dit vraagstuk wil ik weten, hoeveel panden hebben nou eigenlijk zonnepanelen in dit gebied? Ik zou daar natuurlijk handmatig ieder pand voor langs kunnen lopen, maar zoals Juliette al heeft verteld, is het ook mogelijk om in ArcGIS, op basis van uw imagery data, deep learning uit te voeren. Objectdetectie, om het zo gezegd even te noemen. En in dat geval gaat de software voor mij kijken waar de zonnepanelen liggen. En dat maakt mijn werk natuurlijk een stukje makkelijker. Om dat te doen, heb ik in dit geval gebruik gemaakt van een how-to. Zonnepanelen detecteren met een deep learning model. Deze story map staat ook in onze levende atlas en legt uit hoe u dit doet, maar geeft u ook de tooling om dit te doen. En hier kunt u rustig alle stappen nalezen welke ik voor deze analyse heb gedaan. Voor nu neem ik jullie wel mee in de analyse, maar het is buiten de scope van dit webinar om jullie hier volledig over bij te praten.
kijken we naar de luchtfoto, dan heb ik het deep learning model gebruikt uit de how-to. Het deep learning model vertaalt dus de imagery naar een object. Waar liggen de zonnepanelen? En in dit geval heb ik een input bestand opgegeven in de detect objects using deep learning tool. Ik heb een kaartlaag opgegeven waarin ik wil dat mijn resultaten worden weggeschreven. Dit is de kaartlaag zonnepanelen. En ik heb een verwijzing opgegeven naar het deep learning model dat ik heb gedownload uit de StoryNet. Juliet noemde al kort dat wij ook veel deep learning modellen in het leven alvast aanbieden. Vanzelfsprekend kunt u hier ook uw eigen model gebruiken op het moment dat u zegt het model dat ik zoek wordt niet aangeboden door S3 of voldoet niet volledig aan mijn wensen. Ik heb ook nog een aantal aanvullende instellingen, die laat ik voor nu voor wat het is en ik heb de analyse al uitgevoerd. Op het moment dat we de resultaten bekijken, dan zien we dat de tool ook daadwerkelijk de zonnepanelen heeft gedetecteerd. Niet alleen op deze locatie, maar door de gehele luchtfoto. In dit geval op kleine schaal. Ik kan dit natuurlijk ook doen voor een hele wijk, stad of provincie, om zo snel inzage te krijgen. Nou, om jullie ook een beetje mee te nemen in wat kan ik hier nou nog meer mee, dit soort analyses beperken zich niet tot zonnepanelen, maar in principe kunt u ieder gewenst object detecteren, mits u hiervoor het juiste model heeft. Ik heb dezelfde stappen waar wij zojuist naar hebben gekeken, ook uitgevoerd voor detectie van auto's. We zien hier de auto's in beeld, ik pak de resultaten erbij en we zien dat de software ook netjes de auto's heeft gedetecteerd. Inclusief de auto, rechtsonder in beeld, welke ik eigenlijk eerst zelf niet zag staan. Wederom geldt erbij, niet alleen voor deze ene locatie is, maar door het gehele beeldmateriaal heen. Dat brengt mij aan het einde van het stukje demo, wat u kunt op basis van luchtfotomateriaal. Juliet, ik zou jou graag willen vragen om ons mee te nemen in wat er mogelijk is op basis van satellietmateriaal. Yes, dankjewel Oscar. Ik ga jullie wat laten zien van satellietdata. En ik heb daarvoor gekozen om gebruik te maken van de Sentinel-satellieten. En de Sentinel-satellieten, dat zijn een reeks satellieten die gelanceerd zijn door de ESA, de European Space Agency. En de Sentinel-satellieten die brengen eigenlijk het aardoppervlak, de oceanen en de atmosfeer in kaart. Het mooie van die Sentinel-data is dat dit openbare data is. Dit is dus bruikbaar voor iedereen van over de hele wereld. En daarnaast is het data die eigenlijk optimaal gedekt is over heel de wereld. De satellieten die bewegen zich zo dat eigenlijk elk stukje aarde om de 5 tot 10 dagen wordt vastgelegd. En dat is hartstikke veel data. En daarnaast is het ook nog eens op zo'n 10 meter resolutie of meer, afhankelijk van welke band je gebruikt. Vanuit S3 hebben wij een Land Cover Explorer ontworpen. Dat is een applicatie waarmee je eigenlijk die Sentinel data kan bekijken en kan gaan inspecteren. Het is dus een applicatie en die is ook voor iedereen te gebruiken. En als ik wat ga inzoomen, dan komt ook de luchtfoto beschikbaar. Zet ik even de map labels aan. Ja, we zien hem al verschijnen. En hieronderin zie je een aantal mogelijkheden. We zien dat je er stap voor stap door de jaren heen kan gaan. Maar je ziet ook dat we kunnen swipen. En daarnaast zie je dat er naast de natural color, dat is dus de luchtfoto die wij met het blote oog kunnen zien, zoals Oscar Wayne uitlegde, dat we ook de mogelijkheden hebben tot bijvoorbeeld de color infrared of bijvoorbeeld de NDMI. De Normalized Difference Moisturize Index, die eigenlijk een beeld geeft over het vochtgehalte van de omgeving. Kijken we dan nu naar het resultaat hier. Dan zien we aan de linkerkant 2017 en aan de rechterkant 2022. En we zien dat er bijvoorbeeld hier op een aantal van deze landbouwvelden misschien wel is gekozen voor andere producten om te telen. Omdat schijnbaar deze stukken hier nu veel meer vocht bevatten. En op deze manier kan je eigenlijk inzicht krijgen in de verandering in de omgeving van het gewenste gebied. Naast deze verschillende banden hebben wij ook vast een landcover-analyse voor jullie uitgevoerd. Hier rechts zie je wat we op dit moment in de extent zien.
Dus als ik inzoom, dan zie je het ook mee veranderen. En we zien dat het hier natuurlijk met name een stuk bebouwd gebied is. En het interessante hiervan is dat we ook kunnen gaan kijken waar er bijvoorbeeld bebouwing bij of af is gegaan. Nou, we zien hierboven in beeld, nu hier in het midden, zien we een stuk wat blijkbaar bij Vleuten bij is gebouwd. En dat is nu gedetecteerd als bebouwd gebied. En daarvoor was dat crops. Waarom is het nou interessant? Nou, op basis van deze data kan je bijvoorbeeld ontbossing in beeld brengen. Je kan verstedelijking in beeld brengen. Maar je kan ook bijvoorbeeld grip houden op hoe verandert het landgebruik in mijn omgeving. Om te kijken van, kunnen we er nou wat aan doen? En zo ja, hoe kunnen we daar wat aan doen? Deze data is te openen in een eigen mapviewer, maar is ook te downloaden. En als we daar even naar gaan kijken, dan zie je dat je eigenlijk in verschillende soorten cellen die data zoals gewenst kan downloaden. Zodat je dat zelf ook kan gaan analyseren, mocht je dat willen. Dan bak ik de PowerPoint weer even terug en dan geef ik ook direct terug het woord aan Oscar. Dankjewel Juliette, heel gaaf om te zien hoe die terabytes en terabytes aan satellietdata eigenlijk al met een druk op de knop bruikbaar zijn in ArcGIS en ook te downloaden. Wilt u hier nou zelf mee aan de slag gaan of wilt u meer weten, nu we deze drie demo's hebben gezien, dan zijn er een aantal mogelijkheden voor. En ik wil u graag kort meenemen in die mogelijkheden, hoe jullie de kennis van imagery verder kunnen opbouwen, maar ook hoe jullie vrijblijvend de mogelijkheden verder kunnen verkennen. Bent u klaar voor de volgende stap? Dan is er een opleiding vanuit SG Nederland beschikbaar. Ga aan de slag met de Masterclass Imagery. Die start in november 2023 en samen met de experts van SG gaat u aan de slag om imagery gebruik binnen uw organisatie te implementeren. Bent u daar nou nog niet aan toe of wilt u wat vrijblijvender de mogelijkheden verkennen aan de hand van praktische oefeningen? Dan organiseren wij dit najaar een MOOC. En ik moest zelf ook even de definitie opzoeken. Wat is een MOOC? Een MOOC is een Massive Open Online Course. Zie het als een soort Netflix college. U kunt inloggen op de website van Esri. U volgt kort het college on demand in de vorm van een vooraf opgenomen video. En aan de hand van een tutorial kunt u een aantal praktische oefeningen doorlopen. De MOOC is vrijblijvend. En gedurende de MOOC krijgt u ook de software beschikbaar die u daarvoor nodig heeft vanuit Esri. En aan het eind krijgt u ook een certificaat als bewijs van deelname. Zelf hebben wij ook beide deze MOOC gevolgd. We kunnen hem aanraden. Wilt u hier nou meer over weten? Dan verschijnt u nu een poll in beeld. En in die poll heeft u een aantal mogelijke antwoordopties. Ik wil vrijblijvend in gesprek. Op het moment dat u aan de slag loopt met de Masterclass Imagery. Of aan de hand van de MOOC. Of gewoon vragen heeft. Geef dat dan daar aan. En dan kunnen wij u wijzen op de juiste informatie. Of als tweede optie, nee, nog niet. En dan ontvangt u uiteraard ook na afloop gewoon netjes het webinar per mail, zodat u dit op een later moment nog eens terug kunt kijken. Oké, dan gaan we hem denk ik afronden. Ontzettend bedankt voor het kijken. Nogmaals excuses voor de vertraging die we aan het begin hebben opgelopen. We hopen u te spreken. Mocht u de poll nog niet hebben ingevuld, doe dat dan nu. En dan wensen we u voor nu nog een hele fijne dag.